Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Ik heb zo net nog mijn Q&A opgenomen en ja, ik heb het gezien. Met het in elkaar steken in het programma zie ik dat het 12 uur duurt om te renderen. Dus dat gaat pas klaar zijn om 12 uur. Dus er gaan weer al twee video's online zijn moeten komen op één dag tijd. Sorry ervoor. Ik heb het wel in de community wel gegooid. De verstreken tijd en de resterende tijd wanneer dat mijn vlog nog moet renderen, dat staat daar nog op 10 uur, maar ik had jullie wel laten zien dat ik niet te lieg. Even dat mijn computer terug even opzetten. Hier is kijk hè. Pataat. Oeh, nog 11 uur en 18 minuten. Soms spreekt dat nog eens op 19 minuten. Dus, en die is al 11 minuten al bezig. Ja, ja. Dat gaat weer al te laat online zijn. Ik ga nu mijn tandjes poetsen, want ik ga straks ook nog naar de tandarts toe. Dat staat ook nog op het programma. Dan nu is Sabine ook nog mijn schatje gaan halen. Dus dat staat ook nog op het programma. Maar eerst tandjes poetsen. Ik pak jullie eens mee, hè. Voilà. Tot zo. Dus geniet maar van. Mij goed opgefrist. Nu nog mijn schoentjes aandoen, dan mijn jas aandoen. En dan richting, ja, mijn schatje gaan. Maar dat moet ik wel bij schoentjes vinden. Ah, hier, gevonden. Ondertussen ga ik nog eens een laatste check-up doen op mijn computer. Geen mocht uit, beeldscherm. Geen moet niet aan. Dan nog 11 uur en 16 minuten. Gaat dus te laat zijn, hè. Doe me dat. Ik had eerst gedacht zo aan ongeveer 2 uurtjes, 3 uurtjes renderen. Dus dan ga ik hem nog wel nog op tijd online. Yes, yes, yes. Maar, patat, 10 uur, 11 uur renderen. Ah! Kan gebeuren. Voilà. Even de frustraties. Die je ook wel kent misschien, als iets dus niet volgens plan loopt. Voilà. Dus ik zie jullie allemaal wel straks terug. Mijn tandjes zijn gepoetst. Ik hoop dat jullie van die timeslapken hebben genoten. En nu ga ik mijn jas aandoen en richting mijn vriendin vertrekken. En ook nog een kabel meenemen voor mijn GoPro nog wat op te laden. Zo, ik ga me nu klaarmaken nog om naar de tandarts te gaan. Dus dat betekent ook nog eens, voordat ik naar de tandarts ga, dat ik ook nog eens een keer mijn tandjes ga poetsen. Ik ga daar weer al een mooie timestampje van maken. Jawel, dames en heren. En de vlog van gisteren staat nog altijd in renderen. Dus dat betekent dat hem ook te laat online is kunnen komen. Dat houdt in dat je het dan op een andere dag dus telkens keer dan online gooit. Dus eentje om 4 uur dan en eentje dan om 7 uur. Dus ja, 19 uur. Ik ga nu mijn tandjes poetsen. Tot zo. Mijn jas aangedaan, ganglicht aan, please. Dank u. Ga ik nu richting dingen rijden, tandarts, voor op controle te gaan. Ja, ja. Ik ga jullie meenemen en dan. Maar ik ook nog een kleine autovlogje. Dus ik ga nu hier, van hieruit, naar mijn tandarts toe eerst.
En dan van mijn tandarts moet ik naar mijn ouders toe gaan. En dan van mijn ouders kom ik terug naar mijn appartement. Dat staat nu momenteel nu nog op programma. En ik zeg het u, kijk eens naar de wolken. Het ziet er ook niet deftig uit hoor, buiten. Het gaat denk ik weer al eens regenen. Voor de zoveelste keer. Maar ik heb maar vandaag wel de zon even gezien. En daar ben ik dan wel blij om. Ik ga jullie even neerzetten. Voilà. Auto starten meteen. Voilà. Ik parkeer hier gewoon nog de auto. Ik geef dat eerlijk toe, als ik bijvoorbeeld hier maar 2 uurtjes, max 3 uurtjes met een auto moet stilstaan en dat ik die dan terug moet hergebruiken, dan zet ik die even hier. Voor de rest zet ik die op de parking. Heb ik die wel alles? Niet tegen dat oor juist zo aan. Heb ik nu alles? Ja, ik heb mijn portefeuille. Dat is het belangrijkste. Ja. En ik zie dat er redelijk veel verkeer is. Dus dat wordt ook weer al goed opletten op de baan. Ja, nu is het in één keer heel rustig. Dat is goed. Niemand komt van rechts, dus ik kan in één keer doorrijden. Voilà. Nee, hoe gaat het nu ook nog met mij? Dus tot nu toe goed. Ik heb ook vandaag ook nog de Q&A opgenomen. Maar jammer genoeg verschoot ik ervan hoe lang dat het hem nodig heeft om te renderen. Dus ik houd er dan ook weer al in acht bij van oké, ik moet het dan wel de zondagdags ervoor wel echt hoog nodig inplannen en ook doen dan. Of anders ga ik ook in de problemen geraken bijvoorbeeld. Zo lijkt ook vandaag, dus ja, vandaag. Het is dinsdag, wanneer dat eigenlijk die vlog online moet komen. Ik baal er ook een klein beetje van, je hoort het. Dus ik hoop als ik zelfs thuis kom, dat er nog maar een paar uurtjes op staat, bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes. Dan kan ik nog zeggen van, ja, ik ga die nog doorpushen voor het online te krijgen. Ja. Dat kan ik wel misschien nog doen. Ja. Maar nu sta ik hier weer al voor de rode lichten bij de Jordijnstraat. Ik heb het altijd aan de handen. Altijd rood licht. Kom ik van de expressweg af, zit ik dan om de Jordijnstraat voor naar het centrum in Alleke te rijden, rood. Kom ik van het centrum af voor in de Jordijnstraat te rijden of rechtdoor te rijden in de Stationsstraat, rood. Kom ik van de Stationsstraat voor richting Alleke centrum te rijden, rood. Ik heb het altijd. Dus ik moet altijd wachten op groen. Kan het dus niet eens een keer zijn dat ik eens aankom, paf, groen. Mensen, geef eerlijk toe, ik ben aan het zagen, hè. Ja. Oeh. En wat ik ook vandaag wat last heb, is van ja, zo'n draaiering in de maag. Oeh, en dat is niet leuk. En momenteel sta ik achter een motaar. Ik zal eens dus laten zien waar ik sta. Dus ik sta toch voor het rood licht. Ziet dus hier mensen. Dit stuk en die rode lichten heb ik het altijd aan dat. Ah! Nu zijn ze dus aan die kant zo aan het werken. Dus vorige keer was die kant afgesloten. Konden we in één keer gewoon rechtdoor. Maar nu moeten we zo gaan rijden. Ja, een klein beetje anders. Dan ga ik ook nog de achteruitverwarming aanzetten. Allee mensen, ik ga jullie laten. Ik ga nog wat concentreren op de baan. Want dat moet ook gebeuren. Dus dat ik geen fouten meer maak. Maar begoddamn, daar komt nog veel volk af. Wanneer wordt het dus aan de andere kant rood? Maar gewoon volk komen.
Dat kan toch niet? Dat kan toch gewoon niet? Er moet toch eens één keer ook rood worden toch aan de overkant? Ah, ze zijn eindelijk aan het stoppen. Oké, nu kan ik me concentreren terug op de baan. Tot later. Kijk, ik ga echt vragen ook aan het anders als ik ook zo gelijk bij de dokter ook eens wat paar beelden mag schieten. Goed? Tot later. Zo mensen, ik ben buiten bij de tandarts. Nu weet ik waarom dat hij niet graag heeft dat ik bij hem ook filmt. Hij zit nu ook niet op Twitter, Twitch, Twitter X bedoel ik. Verbeterde hem ook al. Even uitrijden, dat ik naar mijn ouders kan rijden. Oh. Ja. Voilà. Ik ben uitgereden. Na zoveel manoeuvres te doen. Nee, dus ik weet niet waarom dat ik daar niet mag filmen. Dat is ook omhoog van dat hij ook niet op X zit, Facebook, noem maar op. Hij wil die prikkels achterwege laten. En ik snap dat ook wel. Dat is nog zo eentje, die staat ook nog geen smartphone, hè. Die heeft ook nog zo'n ordinaire Nokia. Van te zeggen van, what the fuck. Ja. Voilà, mijn tandjes zijn ook opnieuw gedaan. Eén ding, oh, ik denk dat ik het wel heb. Vlaggen hoor, mijn masker is zo... Au bezig. Pijnlijk. Eens even kijken. Ja. Ga ik nu hier al trek in of niet? Ja, dat ga ik doen. Dan moet ik maar één rood licht passeren. Of anders was het 1, 2. Zelfs opnieuw 1. Gewoon van als ik naar mijn thuis wil rijden. Ik heb dus over de industrieterrein. Wallace. In de Meerdegatstraat. Onder onze nieuwe brug. Die er nu al terug, een paar maandjes er al terug weer al staat. En die weg is hier zo zalig nu om te rijden. Hè. Oh, zo ontzettend zalig. Ja. Maar de baan is ook een wat breder gemaakt. Heb ik ook wel ondervonden hier. Dus daar ben ik ook de gemeente Alken toch 100% dankbaar voor. Ik heb last van mijn maag en dat is niet normaal. Niet normaal. Ik zie voren. Ik is die van rechts afkomt voor laten verlassen. Maar ik weet wat ik wel thuis ga doen. Bij mij thuis, hè. Oh, op de pot gaan zitten. Oei. Nu heb ik ook nog een paar euro's over voor tijdens de weekend. Lekker eten. Oh. Dat is, hè. Oh nee. Wacht, lijk. L-A-G. Ja, oh, dat is LEG hier, langs wel. Vaak. Allee. Dus ik ga me nu nog even concentreren op de baan. Dan kom ik aan bij mijn ouders. Hola. Ze wachten. En dan schieten ze in één keer uit als er toch al een auto aankomt. Uit de Chaudijstraat. Ik snap dat soms niet. Wauw, kijk eens hier.
wauw, 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 wauw. Zie eens hoeveel mooie kerstboompjes hier. Wauw. Heel mooi. Wauw. Kerstmis is zo dichtbij aan het komen. Ziet dat eens aan. Wauw, heel veel kerstboompjes. Wauw. Oh, hier nog een mooi gekleurde. Oh, hoe mooi. Wauw. En hier bij de kinesist. Wauw, 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 wauw. En nu moeten we even wachten. Hier zijn nog mooie kerstboompjes. Maar jammer genoeg flikkeren die niet. Ja, ja. Amai. Er is veel verkeer hier. Er is veel verkeer vandaag. Metegaatstraat. Uw straat ziet er weer al echt mooi uit. Moet ik ook nog eens naar Jurgis Christmas House? Jawel, natuurlijk op 16 december! 16 december, ik kijk er al naar uit. Ik kijk er naar uit. Ik kijk er al naar uit. Wat is die PostNL allemaal bezig? Ah, die staat op de kiezels. Zag dat niet te goeie? Zag dat niet te goeie? Oei, 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 oei. Jodidada. Jodidada. En bij mijn ouders is het ook heel mooi versierd. Dat moet ik ook wel nog wel eerlijk toegeven. Bij mijn ouders is het ook heel mooi versierd. Dat ga ik jullie ook laten zien. Bij mij is het elk jaar minder en minder aan het worden. Yes, kijk eens hier. Bij mijn ouders. Wauw. De kerstman die daar staat. Zie je, dat is... Oh, toch schoon. Of niet, mensen. En dan tegenover, die doen gewoon hetzelfde. Die zijn gewoon daar mee in die trend aan het stappen. En dan mijn andere ouders gebeuren. Wauw, wauw, wauw. Toch wel gezellig uit deze tijd van het jaar. Moet ik wel eerlijk toegeven. Ik wou jullie dit ook nog laten zien van mijn ouders. Dus ik ga een klein beetje vooruit rijden. Kijk eens hier. Oh, hoe mooi. Is toch wel mooi, hè? Voilà. Ik heb mijn eten bij mijn ouders gehaald. Nu ben ik terug onderweg naar mijn appartementje thuis. Daar nog een leuke avond tegen moet gaan. En dan nog een keer PostNL nog een keer passeren. Als hem aan zijn klep is, dan tuter ik. Oeh, oeh, oeh. Stond je zo aan de deur. Ja, ik vond die eerste sleutel ook niet van voor die deur, dat de voordeur zo wat open te maken van mijn ouders. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Dat was even alles wat tegen aan het slaan. Maar nu ben ik onderweg nu officieel naar mijn appartementje toe. Ah ja, en mensen, ik zie het hier nu juist opnieuw. Dus als je op de fiets zit, verlicht u. Dus laat u opvallen in het verkeer. Wat is dat hier allemaal? Oeh, hier zijn ze ook al zwaar al aan het werken. Alke, licht open! Woehoe! Not funny, not funny. Eerst daarvan zeg het. Het is je Dijstraat, daar de rode lichten. Hier heb je dan nu ook al rode lichten. Oh my fucking god, wat is dat toch allemaal? Nee, ik ga niks uithalen bij de Carrefour.
Vooral bij dat, oké, ik kan het misschien nog wel iets lekkers uithalen. Zelfs toch te knap, hoor. Ik weet het nog niet. Jawel, ik ga het doen. Ik ga het gewoon doen. Punt uit. Ik ga mij daar een ijsje uithalen. Ik ga het gezond houden. Of misschien dat ik het nog wel in een andere boeg ga gooien. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug of zo. Want ik ga deze fragment gewoon nu afsluiten. Ik kom nu straks af aan bij mijn thuis. Dan ga ik lekker eten. Spinazie stomp met chipolata en appelmoes. Dus dat gaat mij lekker smaken. En dan, ga je nog zien wat ik ga doen. Ik denk niet meer veel. Ik denk dat deze vlog nog in elkaar anders zeggen dat die zeker tijdig online gaat komen. En dat het weer al niet zo van moet zijn van uren dat moet renderen voordat dat het echt effectief online gaat komen. En kijk nu. Ah ja, dus ik ga het jullie ook laten zien waar ik zebiet sta. Voilà. Tik. Oeh, daar is maar weinig volk thuis. Er is maar weinig volk op mijn appartementsblok. Jee, ik zijn weer bij 13. Het ongeluksgetal. Dus dan weten jullie waar ik sta. Dan weet ik Rewind. Dan weten jullie waar ik nu sta. Op de parking. Dan even mijn gsm wegsteken. Ik ga die hier steken, voilà. Dan mijn terretje te doen. Voilà. En dan pak ik jullie ook mee. Lichtje uit. Voilà. Ja. Dat die automatisch ook uitvalt als ik nu nog met een auto door proberen toe te doen. Ik weet dat jullie mij heel moeilijk zien nu dat het wat donker is. Ik moet dat er ook nog wel eens iets op verzinnen hoor. Zo verlichting. Dan ga ik ook al de juiste sleutel altijd bijnemen. Voilà. En dan pak ik jullie weer mee naar mijn appartementblok. En dan ga ik lekker eten. Het is wel zacht van de tijd van het jaar. Weet je, één ding vind ik wel jammer. Dat ginder, die huis ginder, langs de ster wat jullie daar zien, dat daar is gebouwd. Omhoog van, je kan perfect elk jaar op die ster uitkijken. En dat is, jammer genoeg, verleden tijd. Zijn mijn kerstverlichtingsjes aan? Nee, mijn kerstverlichtingsjes zijn niet aan. Jammer. Anders had ik die ook al gefilmd, dus voor jullie. Dan is dat voor de volgende vlog. Zo snel mogelijk. Als ik nog een keer bij mijn thuis aankom. Voilà. Dan kan ik beter concentreren. Op de juiste sleutel nemen. Voilà, ik heb de juiste sleutel. En dan nu naar boven toe. Ik ga wel de vlog nu beëindigen. Dus wat ik nu ga doen, is nog sowieso nog de vlog nog in elkaar steken. En dan familie kijken. YouTube kijken. En ik weet niet. Misschien nog iets. Ik weet niet. Allee, dan slapen. Joe.